Snel met twee koplopers. En dan gaan er daar twee keihard in achtervolging. Ja. Ja, schitterend om te zien. En haken toch. Ze doen dat uitstekend. Kom aan, Mol, zet die handen op elkaar. Moedig ze aan. Aardig galop. Zij mogen het fietsfeest hier vandaag openen. En u bent met heel veel, dus kom aan, laat je horen. Voor je oogst af te dwingen. Net als deze vrouw. Een eer, een traditie met eer te houden. Nou ja, de dames die trekken goed en streng hier. En ook onze kleinste. Kijk ze gaan. Het is eigenlijk wat droger vandaag met wel veel wolken. Maximaal tot 15 graden. Morgen wisselvallig. Einde van het eerste rondje. Mogelijk met onweer tot 17 graden. Ook woensdag en donderdag wisselvallig met buien. Vanaf vrijdag is het droog en zonnig. Ja, ik kijk haar genieten met de blauwe helm. Schitterend om te zien allemaal. Daar staat het huis dat wij zoeken via Buijs Immobiliën. Ja, super. Laten we Karel Buijs meteen contacteren. Voor al uw vastgoed om te kopen, verkopen, advies of schatting, professioneel en deskundig, kijk op www.buijs.be. Thank you.
Niet trekken. Ja, die komen constant, nee. Minuten. En dan, komt er nog een reeks kinderen. Komt er een reeks, hè? Mee aan te moedigen met de Thibaut, met Tor en met Stig en Lis en Annabelle en Lante en Brieg, vernoemd naar de enige echte Briegschotten, met Lia, met Roccio, met Daan, met Cas, Camille, ook Feline hebben we erbij, we hebben Ties, we hebben Warre en Joppe en Nout en Noah en Jan en Kop.
En dan kijken we elkaar naar Patrick, naar Leonie, naar Linde, naar Dries, naar Matthijs, naar Zoe, Ferre en Ella. Ik zei het al, het is een bond en groot gezelschap. En ze doen dat één voor één fantastisch. De eerste helft van hun wedstrijd zit erop. Zeker, want ze gaan hard. Want hier komt Priek. Ja, over dat stuur gebogen als een echte. Het doet dat fantastisch. Kom aan, Mol, moet ik zeggen, kom op. En hier onze Pink Panther. Wat doet ze dat goed op haar lievelingsfiets. In haar lievelingskleur natuurlijk. Niet groen, wel roze. Moet je zeker doen. En als wij je niet kunnen overtuigd krijgen, wel, dan moeten we dat als iemand van de organisatie bijslepen. Stijn? Absoluut, en die hebben hun handen vol. Want ja, het is natuurlijk realiteit. En een realiteit door nog kleine ongevalletjes. Dus er is hier iemand licht gekwetst en die moet natuurlijk ontfermd worden door Robertuis. Verder, Chris Schoeters van de Grimberg, de organisatie van vandaag. Chris, hoe lang zijn jullie bezig met de voorbereiding van vandaag? Ondertussen een dik jaartje, ik denk van in mei verleden jaar, dat we daar ondertussen mee bezig zijn. En hoe zijn jullie ertoe gekomen om dit op poten te zetten? Hoe gebeurt het? Zijn tussen pot en pint, vermoed ik. De vraag is gesteld eigenlijk door Paul van Wolf, de schepen, of dat we interesse hadden om dit gebeuren mee te organiseren. En we zijn daar natuurlijk met heel veel plezier in gestapt.
Wij, dat zijn de Grimbergkeiten, dat is een wielertoeristenclub, maar niet zomaar eentje. Het is toch wel een beetje een gezond club, want jullie rijden bijvoorbeeld niet op zondagochtend zoals de meeste anderen. Nee, dat klopt, dan liggen wij nog in ons bed, want wij zijn niet voor dit de meest biervriendelijke pitstop van België. Is die, dat betekent dat jullie elk weekend wel wat verpakken. Ja, dat klopt. We proberen toch minstens even lang in het café te zitten dan dat we op onze fiets zitten. Zowel voor als na? Vooral na, want als we om 1 uur vertrekken, we zijn er geen afgelopen. Zondag om 1 uur is jullie vertrektijd en jullie rijden elke week? Tenzij het echt een geweldig slecht weer is, maar dan proberen we toch onze toogbaas erop nog tevreden te stellen. De toogbaas, dat is hier aan de overkant, het café Passalon. Chris, wat? Allemaal oude Brussel fietsen en om 3 uur is dat de rozen zijn de regio. Wij gaan even hier het publiek tot voorzichtigheid aanmanen, want we zagen er net al bijna aan botsing. We zagen er net al bijna aan botsing, dus let op het oversteken. Terwijl Brik hier een serieuze supportersclub heeft ontwikkeld. We gaan naar de laatste 3 minuten kinderwedstrijd. Voilà, nog 3 minuten. Encore 3 minutes. 3 minutes to go, nog 3 minuten. Kom aan, Mol, u heeft toch nog 3 minuten. Om helemaal uit uw bol te gaan voor onze kids. Straks als we de laatste minuut ingaan, dan gaat de bel geluid worden. Onze deelnemers. Die mogen dan allemaal na de wedstrijd meteen doorfietsen tot aan het podium. Dan krijgen ze een medaille en een Bristol petje. Ja, het begint zwaarder en zwaarder te worden. Maar hij blijft doorgaan. Briek, luid haken moet niet. Het is de chouchou van Mol. Echte Vlaanderen, hè? Maar zij doet het ook uitstekend door op haar Royal Rapide. Nog 2 minuten. Encore 2 minuten. 2 minuten. Hoeveel rondjes gaan ze nog kunnen uitpersen? Ze aanmoedigen, want wij gaan naar de laatste minuut. Nog 1 minuut. 1 minute to go. Ja. Laatste ronde. Moedig ze aan. Kom aan, Mol. De laatste ronde is ingegaan. Kom op. Laatste minuut van deze wedstrijd. Nog 1 rondje te gaan. Ook voor hen, deze 3 dames, laatste ronde. Deze 3 gaan nog naar de laatste ronde. En dan gaan we de rest afvlaggen. Mol geeft zijn daar een applaus mee. Finish van onze Kids Race. Oei, en dan een volpartij in die slotmeters. In de laatste rechte lijn. Maar allemaal zonder veel erg. En het is een Vlaanderen. Jij wil wat mechanische problemen. Dat zadel dat daar wat scheef staat. Hebben wij een mechanicien bij ons. De soigneur komt erbij. En dan gaat hij terug opstijgen. Zo hoort dat. Geef de rest hier ook een applaus mee. Kom maar. Al onze finishers van onze kidsrace. Ah, de ketting eraf. God, wat een pech. In die massaspurt onderuit gaan in de laatste rechte lijn. Het kan de beste overkomen. Maar het is een echte Vlaanderen, jij. En dus gaat hij terug op de fiets. En gaat hij onder luid applaus hier binnen mogen in de Mol. Kom aan, laat je horen, Mol.
Schitterende prestaties, 1-1. Die mogen dan zo dadelijk door naar het podium voor hun medaille en voor de Bristol Perf. Applaus hier ook voor deze finishers. Voilà, het zit erop. Goed gedaan, dames. Ook een van onze jongere deelnemers, blij dat hij er is. Deze drie gaan nog naar de laatste ronde. En dan gaan we de rest afwagen. Mogen eerst een dadelijk applaus mee. Finish van onze Kidsways. Hoe je dan een valpartij in die slotmeters in de laatste rechte lijn. Maar allemaal zonder veel erg. En het is een Flandria. Wel wat mechanische problemen. Dat zal wel dat daar wat scheef staat. Hebben wij een mechanicien bij ons? De soigneur komt erbij. En dan gaat hij terug opstijgen, zo hoort dat. Geef de rest hier ook een applaus mee. Kom maar. Al onze finishers, al onze finishers. Ah, de ketting eraf. God, wat een pech. In die